Donkere wolken verzamelen zich boven vliegveld Teuge. De oostelijke vliegroute vanaf Lelystad boven Teuge blijft bestaan en wordt zelfs drukker. Daarom moet het paracentrum sluiten van de staatssecretaris. Wij kunnen niet springen omdat de vliegtuigen, ondanks het feit dat de staatssecretaris de vliegtuigen wat hoger laat vliegen, dat is niet voldoende om hier de sport uit te kunnen oefenen. En dat is het grote probleem. Slecht voor de springsport? Ja, absoluut slecht voor de springsport. Nationaal, internationaal, we deden hier echt hele grote evenementen. World Cups hebben we een aantal van gedaan en we stonden bijzonder goed aangeschreven. Als Nederland in het algemeen en Teug in het bijzonder. En dat is allemaal voorbij, ja. De aanpassing van de vliegroutes door de vliegtuigen hoger te laten vliegen op 3 kilometer hoogte biedt voor het paracentrum in Teuge geen uitkomst. Maar wel voor de zweefvliegtuigen van Aeroclub Salland. Daar is inderdaad het voortbestaan van Aeroclub Salland mee verzekerd. Maar helemaal tevreden zijn ze niet. Alleen, er zit een grote maar aan. Wij zijn een onderdeel van de toeristische sector hier in het Vechtdal. En kijk je naar de hele omgeving hier, ja, die is zwaar de dupe. Nog steeds een hoogte van 1850 meter boven het Vechtdal. De definitieve vliegroutes van en naar Lelystad en de aanpassingen daaraan worden op 20 september besproken in de Tweede Kamer. Daar valt het definitieve besluit. Paracentrum Teuge zal er samen met het vliegveld alles aan doen om nog een alternatieve vliegroute op tafel te krijgen in de Tweede Kamer. Het is kennelijk niet belangrijk genoeg om toch om Teuge heen te gaan. En we hebben een heel aardig alternatief aangedragen. Daar zegt men dat men daarna gekeken heeft. Wij betwijfelen dat. En dat is heel spijtig.